Waam. Druk zetten van FC Groningen. ADO Den Haag komt in de problemen. En is dit dan een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter. De bal wordt gespeeld door Marsman. Bakuna. Hier gaat Postema. Hoog tempo in de eerste minuten. Daar moet ADO even aan wennen. Dit is een lekker schot met zijn mindere linker van Leandro Bakuna. Bakuna komt vrij aan de rechterkant. Och, wat een mooi hakje van Bergen. En dan is hier de kans. En zit hij erin ook. Via Valente en Postema. Het is 1-0 voor Groningen. Hier begint Luciano Valente weer aan een hele goede combinatie. Nu met Van Bergen. Postema in positie. En Postema geeft het laatste tikkie. Schreuders. Postema. Groningen voetbalt weer uitstekend. Meta. Van Bergen. Meta doorgelopen. ADO kan ternauwernood verdedigen. Via Kudosu. Valente. En bijna is daar Postema met zijn grote teen. Kudosu kan de bal binnenhouden. Kudosu. Van Miechem met een overstapje. En dat levert dus ook meteen een mogelijkheid op. Een mogelijkheid voor Vegan. De Rijk. Kudosu, ja, die is er langs nu bij Meta. Kudosu, goede bal. En bijna was Van der Sande daar al. Dat scheelt niet veel. Uitstekend gedaan door de rechter wingback van ADO Den Haag, Kudosu. Groningen kan voorwaarts. Mooie bal, zeg. Luciano Valente. Wat een schitterende aanval is dit. En een geweldige goal. Van Tom van Bergen, het staat 2-0 voor FC Groningen. Een aanvalsopzet van FC Groningen. Zo mooi ga je ze in dit seizoen niet vaak zien in de keukenkampioendivisie. Want bij FC Groningen weten de spelers eigenlijk precies wat ze aan elkaar hebben. De Rijk. Groningen kan nog een keer in de aanval. Rui Mendes. Meta is daar ook. Mendes. Langs de Rijk. Mendes had er nog 0-3 van kunnen maken. En dat zou vooral voor hem nog een persoonlijk succes zijn geweest. Invaller Rui Mendes. Na die voorzet van Kudosu. Het is afgelopen. Groningen wint met 2-0. En ADO haakt af voor een directe promotieplaats.